Dropt uit dit gaatje naar buiten en komt dan eigenlijk van binnenuit via dit buisje, dit onderste hier, wordt dat naar buiten gevoerd. En als het drupt, dan komt het hier op de wc. Daar is al een hele kalkplek te zien. En het drupt dan hier langs de pot naar beneden tot op de grond. En dit was de eerste 2 jaar niet zo. Dit is het derde jaar dat wij de toilet hebben. Ik was hem nu aan het onderhouden. En het was mij opgevallen dat daar een gaatje is waar dat water door naar buiten kan. Maar ik zie het nut er niet van in. Ik weet niet waar het naartoe zou moeten gaan. Of het normaal is dat het lekt. Dus als u iets meer info heeft, altijd welkom. Dank u wel.